Alle starter Pokémon komen naar Pokémon Scarlet en Violet. En Call of Duty Modern Warfare 3 lijkt gewoon een full-priced DLC te gaan worden. Mijn naam is Rohan en je kijkt naar Goedemorgen YouTube van dinsdag 15 augustus. Alle starter Pokémon komen naar Pokémon Scarlet en Violet in de aankomende DLC The Hidden Treasure of Area Zero. Dat is afgelopen weekend in een nieuwe trailer tijdens het Pokémon World Championship bekendgemaakt. Veel starter Pokémon kun je zelfs in het wild tegenkomen en vangen. Laat het shiny hunten dus maar beginnen. In dezelfde trailer zijn ook een aantal nieuwe moves getoond die competitieve Pokémon flink op de schop kunnen gooien. Moves zoals Psychic Noise die ervoor zorgen dat je tegenstander niet meer kan healen. En Upper Hand, een move die altijd voor priority moves gaat, ongeacht de snelheid van de Pokémon. Daarnaast hebben we ook meer informatie gekregen over de twee Paradox Pokémon die we vorige week in Pokémon Presents al voorbij hebben zien komen. Raging Bolt, een Electric Dragon-type Pokémon. En Iron Crown, een Steel Psychic-type. Tot slot lijkt het er ook op dat er een nieuw Terra-type bij gaat komen. Dit zit allemaal in de Indigo Disc, het tweede gedeelte van de Hidden Treasure of Area Zero uitbreiding die ergens deze winter uitkomt. Het eerste gedeelte van de DLC, de Teal Mask, komt op 13 september uit. Omdat ik vorige week helaas ziek was, heb ik nog niet echt in kunnen gaan op de Pokémon Presents van vorige week. Maar daar zal ik later deze week nog een aparte video van uploaden. Het lijkt erop dat Call of Duty Modern Warfare 3 een DLC gaat worden van Modern Warfare 2. Dit blijkt uit de code van het spel die Insider Gaming heeft mogen bekijken. Insider Gaming heeft dus een kijkje mogen nemen in de code van het spel en heeft daaruit geconstateerd dat het menu van Modern Warfare 2, waar je nu kunt kiezen uit Modern Warfare 2 en Warzone 2, vermoedelijk ook een plekje vrij wordt gemaakt voor Modern Warfare 3. Bovendien lijkt het erop dat beta-codes voor Modern Warfare 3 dezelfde concept ID bevatten als de voorgaande game. Wat in feite betekent dat het dezelfde spelcode is van vorig jaar, alleen dan opnieuw uitgegeven. De game zal wel worden uitgebracht als premium release en zal ook €70 gaan kosten. Dat heeft Activision Blizzard inmiddels bekendgemaakt. Eerder werd al wel bekendgemaakt dat je progressie, wapens en KMO's over zullen worden gedragen van Modern Warfare 2 naar Modern Warfare 3. Wat vind jij van deze ontwikkelingen? Vandaag was een wat kortere aflevering van Goedemorgen YouTube, maar morgen zijn we terug met een extra editie. Wil je graag op de hoogte blijven van alle gaming nieuwtjes? Abonneer dan op dit kanaal. Check ook www.satetv voor alle nieuwtjes die we niet kunnen behandelen tijdens deze show. En vergeet ook vooral niet de video te liken en een reactie achter te laten. Bedankt voor het kijken en tot morgen.